Ja, sinds enige jaren doen we proeverijen met het thema 10 jaar later. En eerder ben ik ook al naar Bordeaux geweest, want ik vond het leuk om dat aan te vullen met Bordeaux wijnen, ook van 10 jaar later. Afgelopen jaar was dat helaas niet mogelijk door de COVID-crisis natuurlijk. Maar gelukkig waren veel producenten in de Médoc en ook in Pessac-Léognan en Sauternes waren bereid om toch hun flessen hierheen te sturen. Waardoor we echt een prachtige proeverij hebben kunnen doen. We hebben dat, ja, hier ter plekke is het natuurlijk toch ook een soort luxe dat je bepaalde wijnen met elkaar kunt vergelijken die je normaal gesproken niet kunt vergelijken. Omdat de Premier Cru's bijvoorbeeld, die willen altijd dat je ze ter plekke proeft. Willen hun wijnen nooit naast die van de andere Cru's neerzetten. En nu konden we dat wel. Ik heb ook de fles hier, een paar van de flessen hier neergezet om even te bespreken. Want dat vind ik toch leuk om dat op deze manier te doen. Ja, in 2010, ik had destijds bij het proeven in primeur wat twijfels over de wijnen, omdat ja, het alcohol was toch wel aan de hoge kant. En als je dan gaat zitten kijken, denk je van ja, hoe zal zich dat ontwikkelen? Wijnen waren wel heel goed destijds al, maar je ziet eigenlijk nu na 10 jaar, en dat is het leuke van 10 jaar later proeven, dat de wijnen heel goed in balans zijn. Ze hebben eigenlijk gewoon veel van alles. Ze hebben veel tannine, veel zuren en veel alcohol, maar op een manier dat het toch heel mooi in balans is gekomen. En ze zijn eigenlijk nu nog heel jong. Je kunt ze nog heel lang laten liggen. En dat is ook helemaal niet erg. Ik vind het prima om op sommige jaren wat langer te bewaren. Drink je nu 2013, niet zo'n heel goed jaar misschien. 14, 15, die beginnen al eerder op dronk te komen. Dan leg je 10 lekker weg. En daar zijn deze wijnen heel erg geschikt voor. En ik vind het leuk om er een paar uit te halen. Hoewel we fantastisch veel hele goede wijnen hebben geproefd. Uit Passac-Léognan wou ik een witte wijn even naar voren halen. We hebben natuurlijk rood ook fantastische dingen geproefd. Haute-Bailly is prachtig, Passac-Léognan ook zeer de moeite waard. La Louvière voor een betaalbare versie. Maar zo'n Cohens-Luton 2010 laat zien dat witte wijnen uit Passac-Léognan uit dit soort jaren ook ja, moeiteloos die 10 jaar kunnen overleven. En dan eigenlijk veel lekkerder zijn dan jong. En dit is helemaal Sauvignon Blanc. Op hout gemaakt, niet overdreven veel hout, maar door de zuren van de Sauvignon en door de kracht van de wijn is hij nu heerlijk drinken. En laat zien dat dus het cliché dat je witte wijnen jong moet drinken voor dit soort wijnen absoluut niet opgaat. En het is heerlijk om dat nu te doen. Dus daar is nu perfect van te genieten. In ons proeverij waren wijnen uit Saint-Julien, waar dit er één van is, Léophile Poivré, die blonken echt uit, omdat 10 toch wel een jaar is met veel waterstress, wat de kwaliteit verklaart. De druiven die kregen zo weinig water dat ze heel sterk en krachtig en goed gerijpt zijn, met heel veel concentratie. En Léophile Poivré is tegenwoordig een château in Saint-Julien dat heel goed de druiven op het juiste moment plukt. Met goede fenolische rijpheid, zoals het heet. Niet te vroeg, waardoor de tanninen prachtig zacht zijn. Mooi in balans, mooie diepgang. Ja, geen goedkope wijn, maar vind ik zelf voor de prijs die je ervoor betaalt nog steeds een prachtige 2010. En zeer de moeite waard. Je hebt tweede cru's en tweede cru's. En ik moet zeggen dat binnen de tweede cru's de Château Montrose uit Saint-Estèphe, ook weer een relatief noordelijk gelegen wijn. Dat was toch wel een van de grote uitblinkers. We hebben hem 19 punten gegeven en in mijn ogen verdiend. Omdat het een wijn is die niet alleen prachtig in balans is, maar ook gewoon fantastische tannine, prachtig fruit. Alles is helemaal goed. En dat laat zien dat juist die noordelijke wijngaarden iets meer klei, iets beter het water vasthouden. De druiven net genoeg voeding hebben gegeven om in een perfecte balans te komen. Ja, en Montrose maakt tegenwoordig ook in dit soort jaren natuurlijk fantastische wijnen. Niet goedkoop, maar fantastisch. Ja, een wijn die ik ook even nog naar voren wil halen. Ja, een onbetaalbare wijn eigenlijk, maar iedereen was toch onder de indruk van de Mouton Rothschild. Onder leiding van Philippe Dolouin, die in 2002 is gekomen, meen ik, is Mouton fantastisch, echt een fantastische wijn geworden. En het is daarom ook goed om die wijn dan een keer in die vergelijking te proeven. Want je denkt van als je op Château bent, van is hij echt wel beter dan de andere. Maar we moeten gewoon toegeven dat zo'n Premier Cru ook in vergelijking met Pigeon Lalande of Pigeon Longueville of alle wijnen die je ernaast proeft, toch nog uitblinkt en ook echt een absolute topwijn is. En we hebben die 20 punten gegeven omdat we dit echt het summum vinden op het gebied van rood. Sauternes tenslotte was in 2010 wat moeilijker om goede wijnen te maken, omdat ja, een droog jaar als 2010 zorgt voor minder pourriture nobile, minder edele rotting. En dat is nodig voor grote Sauternes.
Dus de châteaux die lang hebben gewacht om toch een goede botrytis te krijgen, zoals bijvoorbeeld Château Clémence in Barsac, die hebben de beste wijnen gemaakt. Ik vind Clémence persoonlijk een van de mooiere wijnen uit Sauternes, omdat het altijd wat meer zuur heeft. Het is Barsac, is altijd wat eleganter. En het wordt door Bérénice Lurton, de eigenaresse, ook met veel toewijding en zorg, helemaal biodynamisch trouwens, wordt het gemaakt. En wat mij betreft, als je dan Sauternes wil kopen uit 2010, dan heb je met Clémence een prachtige keuze. Iquem was ook heel mooi, maar als je dan naar de prijs kijkt, zou ik zeggen, koop toch een Clémence. Ja, een prachtige jaargang en voor wie wat op wil leggen, 2010 is prachtig Bordeaux. Geniet ervan.